Lekker. More, more, more. More, more, more. How do you like it? How do you like it? More, more, more. How do you like it? How do you like it? More, more, more. Stel je voor, je loopt in de supermarkt langs de schappen en de rode paprika's zijn op. Of er is geen wasabi-pasta meer. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Winkeliers weten dat maar al te goed. Als ze niet tot de nok toe gevuld zijn met voedsel, dan hebben ze een probleem, want dan gaan we naar de concurrent. Lege vakken, dat kan de consument natuurlijk ook niet waarderen. Want zo zijn we. In Duitsland bakken de bakkers van de grote supermarkten standaard tot 20% te veel brood. More, more, more. Niet omdat ze slechte ondernemers zijn en de vraag niet goed kunnen inschatten, maar omdat de supermarkten eisen dat ze tot sluitingstijd volle broodrekken hebben. En u ziet het, is het brood dat gisteren is overgebleven. Het is zelfs opgenomen in hun contract. Ze moeten daar wel aan voldoen, anders verliezen ze hun concurrentiepositie. Maar daar hebben ze wat op bedacht. Het teveel aan brood dat gebakken wordt voor de supermarkten, wordt daar gebruikt als stookmateriaal voor de ovens. Dan is het geen verspilling meer. Dit heeft een duurzaamheidstintje en het klinkt bijna als recycling. Maar in feite betekent het niks anders dan dat met het teveel aan brood ovens worden gestookt die daarna weer 20% te veel brood bakken. How do you like it? How do you like it? Voedselverspilling is een hot item. In Nederland alleen al wordt per jaar voor 4,4 miljard euro aan voedsel weggegooid. Eén peer, verse kruiden, een schaal salade en een bagel. En dus wil het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2015 de voedselverspilling met 20% is afgenomen. Maar wie is er verantwoordelijk voor die verspilling? De boeren? Wij? Huh? Nee, zij! Producenten? Wij? Nee, zij! De industrie? Huh? Wij? Nee joh, zij! De winkeliers? Wij? Nee, zij! Wie? Ik? De consument. Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen en dus moeten wij weer goede vriendjes worden met deze makker hier zo. En we moeten leren om boodschappenlijstjes te maken en hoe we lekker kunnen koken met kliekjes. En als we onszelf dan toch een avondje willen verwennen, dan kunnen we naar een restaurant waar een chef-kok kookt met producten die over de houdbaarheidsdatum zijn. We gaan zeg maar die rettig, dat is echt lekker. Dan gaan we dan zeg maar met honing en confijten. Dat is echt, echt lekker gewoon. Daar word je helemaal gezellig van. Het zijn allemaal hele leuke initiatieven en ik doe er graag aan mee. Maar er wordt globaal voor 12 miljard mensen voedsel geproduceerd. En we zijn maar met 7 miljard, waarvan er 1 miljard honger heeft. Dan zou je toch kunnen concluderen dat er gewoon te veel voedsel wordt geproduceerd? More, more, more! Zolang de overheid geen wet en regelgeving oplegt om de voedselproductie aan banden te leggen, gaat er weinig veranderen. Kijk, de overheid ziet het zo. Als er minder voedsel verspild wordt door de consument, hoeft er ook minder te worden geproduceerd. Maar het omgekeerde is toch net zo waar? Als er minder wordt geproduceerd, hoeft er ook minder te worden verspild. Toch?